Live vanuit het MKB-park De Viersprong is dit IMK Business Talk. Een hele goede middag, als ik aan de beeld ben. Welkom bij IMK Business Talk. Het programma waarbij we verschillende facetten van het ondernemen met u bespreken. Eén keer in de twee weken live vanuit de Viersprong in Woudenberg. Ja, het, moet ik zeggen, wel het epicentrum van het IMK. Welkom weer vandaag, ja, over iets heel bijzonders. Want als je arm gebroken hebt, dan ga je naar de dokter. Zo simpel zit het. Als het regent, pak je paraplu. En als je problemen hebt met je bedrijf, dan ga je meestal naar een coach. Je bespreekt het, je zoekt de oplossing en dan kom je er hopelijk uit. Maar je hebt ook soms zo'n moment dat het echt gewoon goed gaat met je bedrijf of dat het lekker gaat met je bedrijf. Maar dat je toch even weet van, wat zou ik nog meer kunnen doen om het beter te laten gaan? Of als je denkt, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik niet in slaap zus, maar dat ik mijn bedrijf echt on track hou. Dat ik gewoon ervoor zorg dat ik altijd de juiste impulsen heb om mijn onderneming op de poot te houden. Wat doe je dan? Dan ga je met iemand in gesprek vaak. Dan zoek je iemand met wie je kan praten en iemand die je kan helpen om weer blij te worden over het ondernemen. Bijvoorbeeld iemand die je nieuwe inzichten kan geven, die je kan helpen om uit je comfortzone te komen. En ik heb 3 mensen hier vandaag die op dat vlak heel veel ervaring hebben. Ik heb 3 gasten die er alles van weten. Die weten precies van hoe ze dat moeten doen en hoe je ook vooral het geluk kan vinden binnen jouw bedrijf. En dit zijn mijn gasten voor vandaag. Ik praat vandaag met entertainer en dat is geen spelfout. Het is echt entertainer en geen entertainer. Dat heb ik goed gezegd. Kees van Zijtveld heeft een hele lange carrière waarin hij mensen en teams begeleidt naar betere prestaties. Ja, de grootste van de aarde krijg je in beweging met simpele vragen, is jouw motto. Absoluut. Dus, daar gaan we... Met provocatie. Of met provocatie. Daar ga ik je straks aan. Daar gaan we over praten, provocatie. Ja. Want dat komt vanuit het Latijns provocare. Maar daar gaat u nog veel meer over horen. Dus ik praat ook met Bert van Dam. Bert van Dam, dat is directeur IMK Sparren. Vele ondernemers heeft jou geholpen om een gezonde balans te vinden tussen creatie, liefde en genieten. En vooral genieten, want dat is iets wat ondernemers heel vaak vergeten. Dat klopt. Ja, toch? Die hebben vaak, die vergeten te genieten gewoon van... Die zijn vaak een beetje Calvinist, die denk je heel veel, maar dat hoort er ook bij. Ja, niet lullen maar poetsen, maar dan moet je ook kunnen genieten. Absoluut. Precies. En ik praat met Marjolein Pronk. De toekomst van haar bedrijf in de reisbranche is dankzij het sparren met Bert toch nog heel zonnig. Dat je dat toch nog zonnig inziet. Ik word hier echt gelukkig van. Als ik gewoon zie dat ondernemers ook in deze tijd gewoon door met iemand te sparren toch nog zoiets hebben van, maar er is een lichtje aan de horizon. En zeker als de reisbranche moet je heel veel lichtjes aan de horizon kunnen zien om nog het geluk in het ondernemen te vinden. Ja. En dan komen we ook direct op de eerste vraag van, waarom is een gelukkige ondernemer zo belangrijk? Ik bedoel, en wat is geluk eigenlijk, Bert? Misschien, laat me bij jou beginnen. Ja, daar kun je natuurlijk heel veel bomen over opzetten, maar uiteindelijk is geluk, het is ooit een keer zelfs gedefinieerd, is de algemene tevredenheid over het leven. Dus het is meer een staat van zijn. En ik vind het wel mooi om de kortste weg naar geluk is positiviteit. En dat is te zien wat goed is, nu. En te zien wat mogelijk is. Dus wat geluk is, ook hier, nu. Dat wij hier zitten, 4 mooie mensen met een mooi onderwerp, op een mooie plek, in een mooi land. Ja, dat is wel de essentie van geluk. Een stuk dankbaarheid, ja. Ja, voor mij is het altijd van, als ik het moment dat ik uit huis ga met het plezier, ik mag weer aan het werk, ik mag weer gaan. Dan ben ik gelukkig in mijn werk. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat is nou precies waar het leven om gaat. Hè? Want als mensen mij tegenkomen, denken ze, waarom is die man nog niet met pensioen? Maar ja, waarom zou je met pensioen gaan? Hè? Als het leuk is. Ben je ooit bepaald dat je überhaupt met pensioen moet gaan? Ja, exact. Nou, ik heb ooit een goed voorbeeld in mijn leven gehad. Dat was Paul de Blot. En Paul die is op zijn 79e gepromoveerd. Wow. Op zijn 82e hoogleraar geworden en helaas op zijn 95e overleden. Ja, en dat is een voorbeeld van me. Die man die schreef elk jaar 2 boekjes. En dan denk ik, wat is dat toch leuk, hè? Daarnaast nog van alles en nog wat. Nou, ik weet nog, ik begon met mijn studie economie aan de Erasmus Universiteit. Studeerde ik samen met een mevrouw.
die begon. En die mevrouw was duidelijk boven de 64, 65 zat ze. En al die studenten zaten te kijken, waarom doe je dit nu? Nou, het mooie van de grap is, zij is de enige die het afgemaakt heeft binnen de aangegeven tijd. En het is heel wat van ons niet. Enfin, laten we daarop houden. Ik heb nog een aardige definitie. Ja, hè? Dus succes is krijgen wat je wilt. Mm-hmm. En geluk is willen wat je krijgt. Succes is krijgen, willen wat je krijgt, ja. Dan ben je gelukkig in principe, exact, ja, maar dan hoef je niets meer, heb je niets meer nodig. Ja, ik heb ook ooit een hoop geld verloren in mijn leven. En welkom bij de club. En dan moest ik even nadenken hoe gelukkig ik erover was, maar dat duurde niet zo lang. Maar wel dat je in beweging komt, dat je denkt, nou ja. Ja, nee, precies. Nee, maar dat is het. Weet je, ook toen ik heel veel geld verloor, ging het bij mij ook het knopje aan van, maar wat gaat nog wel goed in mijn leven? En waar kan ik nog wel mijn plezier uit halen? En daar kom je vanzelf uit dat dal, dus daar geloof ik echt in. Hoe definieer jij, hoe is geluk voor jou? Want ja, geluk in de racebranche, of in de racebranche, lijkt me nu echt de uitdaging, of niet? Nou ja, ik had in het begin, nu met corona een jaar geleden ondertussen, dat ik echt wel even ongelukkig was. Maar dat was ook heel erg niet meer de touwtjes in handen hebben. Hè? Dus misschien ook wel mijn eigen of ondernemer, eigenlijk, ik weet niet, maar ik ben graag in controle. Dus ik moest heel erg wennen aan dat ik de controle dit keer kwijt was. En kon doen en hoog en laag springen, maar ik ging er geen verandering in brengen. En uiteindelijk toch, nou ja, daar gaan we het nog verder wel over hebben. Maar een jaar na dato, nog iets meer zelfs, 13 maanden later, denk ik van nou, heel veel geleerd. En positief in die zin dat het eigenlijk nog wel goed met ons gaat. Hè? Ja, even voor de duidelijkheid. Bert is jouw sparringpartner. Ja, ja. Je bent bij Bert terechtgekomen en hij helpt je ook om regelmatig gewoon het lichtpuntje te zien. Ja, één keer per kwartaal. Per kwartaal komen jullie bij elkaar. Ja, precies. Wat ik mooi vind hieraan, of wat me lastig lijkt, is dat ondernemers vaak heel erg gereid zijn. En ik weet hoe ondernemers denken, we weten het al. En als je mensen om hulp vraagt, dan laat je zwakte zien. Mm-hmm. Vaak. Hoe komt het dat ondernemers het zo moeilijk vinden om die hulp te vragen? Wat denk je dat het is? Daar zit een ondernemer. Hoe heb jij die journey gehad om uiteindelijk toch bij Bert terecht te komen? Ik doe dit nu 19 jaar. Mm-hmm. Organiseer maatwerkreizen. Even Tanzania. Het is Tanzania. Ja. Explore Tanzania. Ja. Dus ik ben in Tanzania opgegroeid. Heb daar 13 jaar gewoond. En in 2002 begonnen met Explore Tanzania. Dus ik ben 19 jaar bezig en 17 jaar lang zonder sparringpartner. Maar op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik dacht, welke kant wil ik op? Was ver voor corona nog. Dat je denkt, nou, gaan we zo door of wil ik echt wel nog meer mensen laten genieten van Tanzania? En toch nog 2-3 keer, zeg maar, meer groeien. Ja. En toen zei mijn collega van, ik denk dat het wel handig voor jou is om iemand te hebben om mee te sparren, te praten. Ja. En ik vind me wel in het idee van, nou, kan het allemaal wel zelf. Maar ja, goed, ik dacht het wel, ik ga naar hem luisteren en dan ga je een beetje nadenken van wie zou bij mij passen. En Bert heeft ooit een reis bij ons georganiseerd, geboekt. Ik had zoiets van, nou, ik weet niet. Ergens kwam hij, een paar mensen kwamen in mijn hoofd. En ik dacht, ik bel Bert eerst eventjes. We gaan even zitten en kletsen. En daar was wel een klik qua gevoel. Ja. En zo is het begonnen. Dat ik wel een handen. Ja. Het mooiste compliment is dat zij nu nog zo, je zei het al begin al, zo hier zit. Hè? Ik bedoel, we hebben het over de horeca. De reisbord wordt niet zo heel veel genoemd, maar dat... Ja, nou, dat vallen echt ook klappen. Ja, dat is duidelijk. Absoluut. En Tanzania is niet België. Het is niet om de hoek. Het grootste compliment is dat je hier nog zo zit. En dat je het ook gewoon heel goed doet. En niet bij de pakken neer bent gaan zitten. En dat vind ik geweldig. Maar hoe zit het nu met Explore Tanzania? Ik neem aan dat er niet heel veel reizen daar naartoe zijn nu. Of valt het mee? Valt mee. Tanzania is code oranje. Mm-hmm. Net als alles buiten Europa. maar er zijn wel mensen die reizen. Dus het gaat redelijk. Okay. Voor ons is de grootste... ik denk voor iedereen die reizen buiten Europa organiseert... is de vraag in hoeverre de reizen van de zomer doorgaan. Alles wat in 2020 is doorgezet naar 2021. Dus de komende maanden zijn nog even spannend. Ja. Maar... Ja. Ja. Dus Kees, jij hebt ook een psychologische achtergrond. Ja. Zo'n match, hè, tussen sparringpartners.
je kan niet iedereen kiezen. Hoe weet je wanneer je de juiste sparringpartner te pakken hebt? Hoe vaster je zit in je patronen, mm-hmm, in je hoofd, en dat is toch heel veel, maar dat ga ik je zo uitleggen. Dan heb je iemand nodig die provocatie, dat kan daar heel goed bij helpen om door te dringen. Ja. Maar ik leerde in mijn opleiding... Ik kan niet van iedereen provocatie verdragen. Nee, dat klopt ook. Ja. Nee, maar op jouw leeftijd valt het ook niet mee natuurlijk. Nee. Ja, dus, maar ja, maar dit is dus de provocatie. En dus dat vraag ik ook altijd. Hè. Ik had een paar weken geleden een vrouw die was 58 en die wilde veranderen. Ik zeg, op jouw leeftijd, joh, dat moet je niet meer doen. Nou ja, en dan zat ze me eerst een beetje aan te kijken en op een gegeven moment zei ze... Volgens mij zit jij met de fukken, hè? Ik zeg, nou, dat zou best eens kunnen. Ik zeg, maar laten we eens kijken, wil je echt veranderen? Ja. Ik leerde in mijn opleiding, en moesten we kijken met allemaal... plaatjes op ons hoofd, mm, en naar monitor, toen nog zo'n ding. Mm. En dan moest je kijken naar de groene lijn van bewustzijn. En hoe meer je je best deed, hoe verder die lijn, die was op een gegeven moment weg. Ik denk, oh, dat is het. En opeens zei de hoogleraar, hij zegt, beste man, het is maar 1 of 2% en de rest is patronen. Oké, dus dat was... Even. 1 tot 2% is bewustzijn. Is bewustzijn. En de rest is patroon. Dus op het moment dat ik je nu aanraak met deze opmerking, begint opeens bewustzijn bij jou te werken. Dat je denkt, hè? Is dat zo weinig? Nou, dus het punt is, met ondernemers moet je kijken welk patroon heerst daar. Dus de meesten doen de definitie van waanzin. Kitty? Nee. Hetzelfde blijven doen en andere resultaten verwachten. Oh ja, dat is Albert Einstein. Die zei, ja, precies. Ja. Ja. Exact. En dat doen de meeste mensen. Ja. De meeste mensen. En dan vinden ze maar vreemd dat het niet lukt. Ja. Ze zijn daarmee bezig. Dus het enige wat. Ja, maar dan heb je me gevraagd. Ik begrijp het helemaal wat je zegt. Maar bij mij gaat het erom. Hoe weet ik bijvoorbeeld dat Bert voor mij een goede match zal zijn? Bert. Wanneer weet je dat als ik bij jou aanbel, ik heb een sparringpartner nodig, nou is het niet zo dat jij om werk verlegen zit, dat je zegt, nou kom maar, ik help je al. Maar het moet voor jou als sparringpartner toch ook een gevoel hebben van met jou kan ik wat... Nee, absoluut. Ja. En voor mij de belangrijkste lakmoesproef is gewoon zet mensen met z'n tweeën in een ruimte. En eigenlijk weet je het na 5 of 10 minuten al. Dus hetzelfde als met, ik heb in mijn leven behoorlijk veel mensen ook wel aangenomen. Hè, maar vaak na 5 minuten wist je al, dit wordt hem wel, dit wordt hem niet. Ja. En dat is energie. Hè? Dat is, gaat natuurlijk woorden, maar dat gaat ook om gevoel. En ik, dus dat is toch. Want soms is er ook een match waarvan je van tevoren dacht: nou, ik had eigenlijk gedacht dat die twee veel beter met elkaar zouden passen. Maar dat er soms een hele tegenpol is, hè? Je noemde net ook een beetje, dat juist wel een goede match is. Maar het zit vaak vanuit het hart, dit voelt goed. Ja, voor tegenpolen kun je beter provoceren waarschijnlijk. Ja, maar provoceren is natuurlijk in het hele stuk... Ja, maar provoceren in de positieve zin, hè? Nee, absoluut. Maar in een langdurige relatie, en dan komen we straks misschien nog wel op het verschil van sparren en anderen. Ja, dan mag af en toe even worden geprovoceerd. Maar gaat het uiteindelijk om op basis van wederzijds respect elkaar. Ja, en dan prikken we mee. Dan wil je prikken. Ja, absoluut. Care and there. Ja. Care and there. Precies, dat is het vooral. Nou is het natuurlijk zo, je had het net over patronen, Kees. Had jij bepaalde patronen die jij herkende bij jezelf, die je hebt kunnen doorbreken door het sparren? Ja, want je blijft je ding doen, is dan even het woord. En de moeilijkste vraag eigenlijk, waar Bert in het begin al mee kwam, is waar word jij gelukkig van? Ik echt dacht van ja, Jezus... Wat moet ik hier nou weer mee, weet je wel? Ja, dus, en dat was in maart, ik weet niet meer wanneer, maar in ieder geval, ik ging daarna naar Zanzibar in Tanzania. Dus Bert zei, dat is jouw opdracht voor de week. Gaan we nadenken waar je gelukkig van wordt. Nou, dat is echt de moeilijkste vraag geweest eigenlijk. Waar word je gelukkig van? Nou ja, daar gingen wel wat gesprekken aan. Dat is een lang proces geweest, maar waarbij het toch wel uiteindelijk op neerkwam dat ik gelukkig word van... mensen blij maken om dat soort reizen te maken, maar nog veel meer om ze ook een beetje breder te laten zien wat er in de wereld is. Ja. Dus ik ben in Tanzania opgegroeid, heel veel culturen en nationaliteiten. Ja, Afrika is meer dan mensen met benen door hun neus en met botjes door hun neus en de rietenrokjes, basically. Ja. Nou ja, kijk, op dit punt was het ook zo om dat aan te vullen. Je deed het al 16 jaar en eigenlijk kan er een soort sleet zijn, als je het hebt over patronen.
Maar dat je eigenlijk weer opnieuw ging uitvinden dat je eigenlijk nog lang niet klaar was en dat het mooiste nog kwam. Hè? Explore Tanzania 2.0. En toen heb ik, groot denken is ook een patroon. Ja. Mensen zitten vaak in het patroontje van het is zoals het is. Explore Tanzania 2.0? Nou ja, heb je upgrade gedaan? Zeg je? Heb je upgrade gedaan van het bedrijf dat je nu op 2.0 zit al? Nee, groot denken. Dus factor 3, groter denken. En dat Marjolein echt ook de potentie heeft om eigenlijk boven de markt te zitten. Niet gewoon een concurrent. Ja, ja. En dat zag je op een gegeven moment ook, omdat toen was er gedoe in Tanzania met de president. Dat werd Marjolein gebeld door de kranten, NRC, geef commentaar. Weet je? Dus zij is eigenlijk een soort, ik heb bij KPN gewerkt, had je internet service providers, Access for All was een beetje de partij die erboven zat. Als er iets met internet was, dan ging je Access for All. En dat is eigenlijk, Miss Tanzania ziet er zo uit, dat is zij eigenlijk. Ja. Nee, maar ik geloof, je hebt er gewoond, je bent er geboren, dus ja, je bent echt ervaringsdeskundig. Dus ik denk dat je heel andere gevoel ook hebt met het land dan een andere tour operator die denkt, nou, we gaan leuk reisjes organiseren, dat mensen naar olifantjes kunnen kijken. Jij geeft gewoon een tweede, derde laag eraan. Dus de sustainable manier. Dat is echt goed voor de mensen daar, op de groene manier. Je hebt het hoogste keurmerk ook op dit vlak in Nederland als het gaat om duurzaamheid. Dus dat is echt wel een bepaald statement. Ja. Even terug naar patronen, Kees. Want ja, patronen die zorgen ook voor bepaalde angstdingen. Die zorgen ook dat mensen bepaalde steeds beer op de weg zien met alles en wat. Je hebt een mooi voorbeeld van iemand, een miljonair, die zelfs het coronavaccin wilde kopen uit angst. Ja, exact. Kijk, ik zeg altijd, ook tegen die man, ik zeg angst is de afwezigheid van liefde. Daar begint mee. Mm-hmm. Dus ik ga praten eerst over, wat is liefde voor jou? Hè? Ja. Want om hem even uit dat angstpatroon te halen. En als hij uit het angstpatroon is, gaat hij opeens heel anders praten. En dan gaat het niet meer over geld. Dan gaat het niet meer over iets kopen wat hij prima kan doen. Dat hij het geld zat. Maar ja, wat hij niet had, dat was de liefde om te kijken naar dingen ontvouwen zich. En het is nooit geen toeval in het leven. Ja. Dus welke volgende stap kan je maken? Nou, die man had ook een groot bedrijf en ook een heel bekend bedrijf. Mm-hmm. En ja, hij had zoiets van, ik wil me goed wapenen. Ik zeg, joh, dan heb ik hele andere dingen voor je. Ik zeg, dan begin jij nu met nanozink. Toen zat hij maar aan te kijken. Hij zegt, daar maak je toch dakgoten van? Ik zeg, ja, ook. maar nanozink, dat is heel klein. En daarnaast neem je vitamine C, een gebufferde en een D3. Hoe je eigen weerstand gewoon beginnen op te bouwen, ja. Ik zeg, en dan gaan we even kijken. Ik heb zo'n apparaat ervoor om te kijken van, hoe is het met je immuunsysteem? Nou, dat was ook niet zo best. Mm. Dus ik zeg, wat doe je nog? Ja, roken. Oh, ik zeg, nou, daar zou ik vooral mee doorgaan. Dus dat was weer zo'n provocatie. Ja, en drinken. Ik heb ook mensen die geloven dat rokers niet op de IC terechtkomen als ze corona krijgen. Ik zeg, blijf dat vooral geloven en er is zeker nog eentje op. Ja. Ja. Nou, dan geef ik ze namelijk, ik heb ze allemaal testdingetjes. En die geef ik dan in zijn handen zo. Ik zeg, nou, steek je arm maar eens uit, ik ga ik erop drukken. En in dat dingetje zit tabak. Nou, dat houdt hij voor zijn buik. En hij is helemaal zijn kracht kwijt. Hij zegt, wat is dit nou? Ik zeg, nou, zo goed is het namelijk voor je. Je bent je hele kracht kwijt. Oh ja, weet je wel. En zo help ik iemand eigenlijk door de angst heen. En die patronen te doorbreken exact ook. Exact, om die patronen te doorbreken. Want een mens is patronen, ikzelf ook. Ja, at the end of the day wel. Ja, want we houden daar ook van. Het geeft een zekere geborgenheid om in die patronen te blijven hangen natuurlijk. Een vraag die ik zeker ook moet stellen even. Als je nu kijkt naar het verschil tussen sparren, Bert, en een coach. Want ja, het is een thin line. Mensen begrijpen het niet, maar jij kan het wel heel goed definiëren volgens mij. Nou ja, het is inderdaad, er is nog wat verwarring rond dat punt. Ja. En ik probeer het heel kort uit te leggen. Er zijn eigenlijk drie, vind ik, grote verschillen tussen zeg maar, enerzijds een persoonlijke coach en een zakelijk adviseur en sparringpartner. Eén is inhoudelijk. Bij sparren gaat het zeg maar, om de persoonlijke ontwikkeling en om de bedrijfsontwikkeling. Dat is bijna een stap hoger maken. Mm-hmm. Terwijl bij een zakelijk adviseur vaak alleen maar gaat om bedrijfsontwikkeling en mijn persoonlijke coach over de persoonlijke ontwikkeling. Dat is één. Dus sparren biedt beide. Twee is dat een coach en een zakelijk adviseur vaak gewoon een duidelijk afgebakend traject is. We beginnen op 1 mei en we zijn op 1 juli klaar. Ja. Sparren is een doorlopend verhaal. Hè. Er zijn mensen
spartrajecten. Wij sparren al 2 jaar. Ik ken sparringpartners die het al 10 jaar in contact hebben met een... Met de ondernemer. En ja. Het mooiste compliment wat de ondernemer kan geven is ook dat hij uiteindelijk zegt, ja, het is uiteindelijk een zakelijke vriend. Nou, vriend is niet voor 3 maanden, is voor langer. En de derde punt is ook zeg maar de interactie en de richting daarin. Dat is, als je bij wijze van spreken de ondernemer even ziet als een bokser in de ring, is de zakelijke adviseur en de coach staan meer aan de zijkant van de boksring en komen met tips en ideeën. Ja. En de sparringpartner staat met de ondernemer in de ring. Die zorgt ervoor dat je klaar bent voor de battle. Nou, absoluut. Dus daar is veel meer gelijkwaardigheid in de interactie. En ondernemer zei een keer heel mooi dat je eigenlijk een soort, ja, het klinkt misschien wat apart, maar ik begreep heel goed wat hij bedoelde. Eigenlijk een soort veld ontvouwt waarin eigenlijk de ondernemer naar een ander niveau wordt getild. En dit veld is dan eigenlijk die ring. Dus het is veel meer gelijkwaardigheid. Dus dat zijn eigenlijk de 3 grote verschillen. En vond je dat ook zo, die gelijkwaardigheid? Maar nu is het natuurlijk ook zo, het is een vriendschap, een zakelijke vriendschap, vind ik heel mooi gezegd. Ja. Dan heb ik heel veel vrienden, maar ik betaal ze niet om met ze te discussiëren. Nee. Nou ontstaat dit natuurlijk op een andere manier. Maar ik zie het wel. Je moet iemand natuurlijk ook kunnen vertrouwen met je verhaal. Want het gaat niet alleen maar om de cijfers of om hoe het in de onderneming gaat. Maar wij beginnen eigenlijk ook helemaal niet met een soort agenda of zo. Maar het is wel van hoe is het nou met jou? Dat geldt voor mij, maar ik wil ook gewoon graag weten hoe het met Bert is. Ja. Dus dat gaat ook wel om de persoon. Want als ik niet lekker in mijn vel zit, dan zit ik ook niet lekker in mijn vel op mijn werk. Ja. Dat is wel een combinatie. Oké, maar Bert, even zeer. Wat kost zo'n coaching, zo'n sparringtraject of een sparringpartner? Wat kost dat? Dat is 5.000 euro per jaar. Ja. En dat is helemaal voor de variant van 6 keer per jaar. Dus dit is dan een iets andere variant. Maar de basisvariant die we vanuit IMK Sparren bieden, is 5.000 euro per jaar. En gemiddeld gezien spreek je elkaar dan 6 keer per jaar 3 uur. En dat zijn 7 uur tussendoor met mails en telefoon. Erbij, ja. En dat hebben wij ook gehad. Hè. Ik bedoel, je zat op een gegeven moment in Tanzania en toen speelde er wat. En dat was een Gent. En dat is, weet je, dus. Maar je hebt continu het gevoel, hè, want dat is eerder wel aan de orde geweest in de uitzending. 40% van de ondernemers heeft het gevoel er alleen voor te staan. En al is het maar 6 keer per jaar. Je hebt wel het gevoel, ik heb een zakelijke vriend of hoe dan ook, ik heb een maatje bij wie ik wel terecht kan. En dat is denk ik, kun jij beter zeggen, maar en dat is denk ik wel belangrijk. Een belangrijk punt. Je dat ook, er zijn momenten die, zeker in het afgelopen jaar, dat je echt soms echt denkt van nou weet ik het even niet meer. Of dan gebeurt, Tanzania heeft nogal in de kijker gestaan met een president. Dus dan heb je soms, natuurlijk heb vrienden en familie waar je verhaal bij kwijt kan. Maar dit is toch wel even een ander niveau. Dat je denkt van hier heb ik Bert even voor nodig. En dat kan per mail zijn, ik kan even bellen zijn. Dus dat is wel heel fijn. Melden, en dat vind ik wel mooi wat jij aan het begin zei. Ik moet eerlijk zeggen, dat is een groot compliment aan jou. Want ik vind echt dat jij je zaken ongelooflijk goed voor elkaar hebt. Ook financieel bijvoorbeeld. Het is maar een hele kleine organisatie, noem maar op. Maar ik zou bijna zeggen, dat is al een dikke 8,5. Maar dat zo iemand zelf, dus niet, je zei begin van, je hoeft niet per se in de problemen te zitten. En dat je juist die ambitie hebt om nog weer beter te worden. Dat vind ik echt fantastisch. En dat vind ik ook mooi. Het is zo, Kees, want we hadden het ook voor de uitzending erover. Je ziet ook dat vaak mensen sparren met familie en vrienden. Die vaak dat zakelijk inzicht niet eens hebben. Exact, maar die wel, zoals de meeste virologen op dit moment in Nederland, er alles van denken te weten. Exact. Ja, ik noem ze altijd de adviseur met een nadruk op ze. Dat gaat heel goed. Het tweede is altijd dat ik ernaar kijk van... je hebt altijd een paar leraren in je leven die net dat ene zeggen. Ken je die? Heb je wel eens gehoord van die hok? Die hok? Die hok, wel van zijn broer, Ad Hoc. Ad Hoc, ja, die ken ik wel, ja. Die hok is de oprichter van Visa-kaart. In die tijd kon je alleen maar bij, als je dezelfde bank had, kon je dus iets doen met je kaart. Nou, hij heeft ervoor gezorgd dat het worldwide, dat je met de kaart kan betalen. Connecten, ja. Het leuke is, hij had een heel bijzondere uitspraak en die gebruik ik altijd en overal. Het is geen kunst om nieuwe ideeën te krijgen. Het is een kunst om oude ideeën eruit te krijgen. Die patronen doorbreken weer. Exact. Nou, dus ik vraag altijd aan mensen, wat is de oude idee wat geen geld oplevert? Ja. Dan kunnen we daar in ieder geval vast mee afrekenen. En het is zo leuk dat mensen dan ook meteen weten waar het over gaat. Ja.
Omdat je meteen op de pijnplek zit. Ja, maar dat is het. We weten vaak ook precies wat onze valkuilen zijn. Dat weet je, de meeste ondernemers weten het. Maar wat, ja, wat is toch, en dat val ik vooral psychologisch, wat is toch dat ding dat we altijd weer teruggrijpen naar die oude... Ja, een mens zoekt zekerheid. Is het zekerheid? Ja. En er zijn maar drie dingen zeker in het leven. En dat zijn? Nou? Ik weet geboren worden. Dat is één. Mm-hmm. Doodgaan en de derde? Dat is twee. En de rest, en de derde is belasting betalen. Oh, dat is geen zekerheid hoor. Maar wel dat je die aanslag kan eten. Daar houdt het ongeveer mee op. De zekerheid die je hebt. Ja, precies, dat is waar. Ja. We gaan zo hier verder over praten. Maar je sprak het net erover. Zei je het zo mooi, Bert, van... mensen, ondernemers hebben vaak gewoon een gesprek nodig. Omdat ze zich alleen voelen, ja, en dat is een gesprek goed. En we gaan nu naar onze mevrouw in Den Haag. Want die zit bij de EMK hulplijn. Of niet de EMK, bij de MKB hulplijn. Goeiedag. Fijn dat je weer bij ons bent, Aniek. Hey. Aniek, ja. Hoe gaat het nu met de hulplijn, de MKB hulplijn? Ja, dat gaat eigenlijk wel goed. Het is nog steeds druk. Gaat goed. Dus de behoefte is er nog steeds, merk je. Nou is het zo dat je natuurlijk ook mensen krijgt daar die met allerlei vragen zitten, die gewoon ook zoeken. Verwijs je die ook wel eens door naar een sparringpartner? Ja, zeker. Wat je eigenlijk merkt is, we hebben natuurlijk eigenlijk de MKB hulplijn. Is er ook deels voor mensen die natuurlijk echt in nood zitten. Maar je hebt ook altijd ondernemers die juist heel goed gaan en juist eigenlijk in de knel komen. Omdat ze zo goed gaan of zo hard groeien of daar eigenlijk meer vragen over hebben. Of eigenlijk zoals het al zegt, gewoon iemand nodig hebben om daarover te kunnen praten of mee te kunnen spannen. Ik noem dat een beetje een soort ouder eigenlijk, alleen al voor je bedrijf. Ja, en merk je dat mensen daar ook op aanslaan? Dat mensen er ook zien van ja, dat is voor mij werkelijk de uitweg op dit moment. Ja, zeker. Want meestal hebben mensen al wel iets wat gelezen daarover op bijvoorbeeld LinkedIn of op een andere social media platform. En meestal ga ik, wanneer ik de mensen aan de telefoon heb daarover, naar de website van het IMK. Want daar heb je allemaal fotootjes met teksten over de ondernemers of over de sparringpartners. En meestal vinden mensen dat heel leuk, zodat ze even kunnen kijken wie past er bij mij. En ondertussen verwijs ik ze eigenlijk gelijk door. En dat voelt voor veel mensen echt wel als een verlichting. Zodat ze ook eigenlijk wel weten dat het voor een langere tijd is. En dat ze eigenlijk iemand hebben bij wie ze altijd terecht kunnen. Ja. Zijn er ook gevallen ertussen waarbij je denkt van ja, je moet echt eerst bij jezelf te raden gaan voordat ik je verder kan helpen? Ja, wanneer ik... natuurlijk hebben we dat wel eens. Maar wanneer ik daarover twijfel, met sparren kijk ik echt meer van... ze groeien heel erg, ze gaan echt de hele goede kant op. Wanneer ik daar nog een beetje over twijfel, dan hebben we daarvoor het Nederland weer door traject. En dat is eigenlijk dan meer een soort van tussenoplossing met drie afspraken met een coach. Dus wanneer ik denk van ja, ik weet het niet helemaal eerlijk gezegd, dan zet ik ze eerst daar voor een soort tussenoplossing eigenlijk. Ja, ja, het Nederland doortrekt, dat is het trek waarbij je dus aan een coach gekoppeld wordt. En dat wordt betaald nu door de overheid, zeg maar. En daar zijn er nog een paar plekken voor. Dus maak even contact met het IMK. Want dan kan je, in elk geval kan je zo'n coachingstraject gratis doen, drie van die sessies. Als je nu kijkt naar de hulplijn, nu de versoepelingen komen eraan. We hopen dat het een stuk beter gaat met horeca, met de reisbranche. Hoorden we net, zijn er nog mensen die altijd zullen blijven reizen. Dus daar gaat het ook redelijk goed mee. Als je tenminste in een bepaalde niche zit, denk ik. Want ik ken ook genoeg bedrijven waar het niet zo goed gaat. Omdat die maar op één ding focussen vaak. Waar iedereen op focust. Zie je een verschuiving al in de problematiek nu plaatsvinden? Dat mensen met andere vragen zitten dan bij het begin van het ontstaan van de MKB-hulplijn? Wat je toen meer merkte eigenlijk was ook dat het ook winter was. Het was donker weer. Dat is nu ook, maar toen nog net. Maar daar merk je eigenlijk ook wel dat soms ook meewerkt daarin. Wat je nu wel meer krijgt is dat mensen echt wel heel lang in de problemen zitten. En dat bijvoorbeeld de horecaversoepelingen wel werken, maar net niet genoeg eigenlijk om er weer echt bovenop te kunnen. Dus dat mensen, dat de stress daarin eigenlijk is verschoven. Dus ze kunnen wel weer beginnen, maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen zonder terras bijvoorbeeld. Het verschuift wel, maar je hebt eigenlijk nog steeds heel veel mensen die nog steeds niet geholpen zijn. En we merken wel dat we die nog steeds veel aan de telefoon krijgen. Ja,
Nou, ik zou zeggen, ga vooral door met de mensen helpen. Ondernemend Nederland is jou heel dankbaar dat je ze in elk geval MKB Nederland is dankbaar. Ja, dat Aniek aan de andere kant zit te wachten met haar collega's om de mensen te woord te staan. Heb jij een vraag of wil jij even, heb je even behoefte aan een goed gesprek met de MKB Hulplijn? Kan je gewoon even bellen naar 088-3x0 of 3x9, 4x0. Dat was het toch? Ja, 088-3x9, 4x0. En ja. Dan kunnen Aniek en haar collega's jou op weg helpen. En wie weet kom je dan via weer terecht bij een van mijn gasten hier in de studio. Dankjewel Aniek en graag tot over twee weken. Bedankt. Hoi. Ja, nou u hoort het, de behoefte blijft ontstaan, blijft bestaan. We hebben natuurlijk ook u de kans gegeven thuis om vragen hierover te stellen. De mensen die kijken, ondernemers die kijken. En ik ga even mijn inbox opengooien als u dat mij permitteert. Voor de kijkersvragen. Kijk als ik ze binnen heb gekregen. Ja, ik heb hier de kijkersvragen. Oh, komen een paar binnen. Ja, goed zo. Begin even bij deze. Guus, sorry, we hebben een bumper. Oké, doe dat eerst. Dit zijn de kijkersvragen. Ja, je moet je wel een beetje aan de regels houden van het format. Dus dat zijn de patronen waar ik me weer aan hou. Oké, sorry. Gaat best goed hoor. Gaat toch, ja, maar ja, mooi, het gaat niet verkeerd in elk geval. Dat is fijn. Ja. De kijkersvraag. Guus is 28 jaar, heeft inmiddels zijn tweede onderneming. Het loopt goed. Hij wil graag de lol erin houden voor zichzelf. Want soms denkt hij, is dit het dan? Is dat herkenbaar, Bert? Ja, in die zin dat ik me dat wel kan voorstellen. Hè? Je rolt soms rol je namelijk van het een in het ander. Ja. En dan wordt 2, wordt 3 en 4. Ik heb dat bij mijn schoonvader ook wel gezien. Die had een kroeg en toen kwam een tweede bij en een derde. En op een gegeven moment ging die weer terug. Want ja, weet je, het is niet altijd, meer is niet altijd leuker. Meer is niet altijd beter. En je moet voor jezelf altijd, dames, nou ja, wat je hebt al zien, wat vind ik nou eigenlijk leuk? En soms is de mensen gekomen. Maar we liggen wel even natuurlijk ook wel in een wereld waarbij geluk vaak wordt gezien als groot en later en conditioneel. Terwijl eigenlijk, en dat heeft Giel, hè, jij kent hem ook, mij ook wel geleerd. Giel, geluk is vooral ook vaak ook heel is klein en nu en onconditioneel. En dus is, ja, het is herkenbaar. Maar nogmaals, wat niet wil zeggen dat het soms ook heel mooi is om te groeien naar 2 en 3. Maar dan moet je het wel organiseren. En dat is vaak ook een ding dat ondernemers... Kijk, we hebben dat is heel blij. Dat is, ja. Dat is een dedicated ondernemer. Die komt in de uitzending en even, ik ga mijn telefoon niet uitmaken, want je weet nooit wie me nodig heeft. En Kees gaat in de andere ding. Nee, maar je rolt vaak van de ene naar de andere. En dan dit is vaak ook wel een punt waarop een sparringpartner zou kunnen helpen om dan dat te organiseren, dat het wel mogelijk is. Hè, want nogmaals, het is af en toe ook heel fantastisch om een bedrijf tot volle wasdom te zien komen. Juist. Nee, maar dat is ook eindelijk. Je ziet ook bijvoorbeeld met je hebt heel wat start-ups, weet je, die heel goed gaan. Ja. En die komen dan vaak ook op het punt dat ze denken, het gaat zo goed, maar ik wil de volgende stap maken. Hoe moet ik dat doen? En wat je dan vooral ziet is bepaalde angst ook om met mensen te praten van, gaan ze mijn bedrijf proberen over te nemen? Gaan ze proberen mijn ideeën te stelen? Ja. Hoe kan je daar tegen wapenen? Of moet je dat soort angsten ook loslaten als je naar een sparringpartner toe gaat? Het blijft zo dat angst is de afwezigheid van liefde. Dus je doet niet de dingen die je echt leuk vindt. Hè? Waar die vraag ook, die net aan Bert gesteld werd, waar die vandaan komt. Dat is natuurlijk ook niet zo van, ik wil een derde bedrijf of wat dan ook. Nee, ben je gelukkig met die eerste en die tweede? Ja. Waarom zou je dan nog een derde maken? Hè? Ja. En daarnaast moet je eens gaan kijken, leveren die twee bedrijven wel genoeg op? Want die span of control, die is niet zo groot. Nee, maar dus, bij mij gaat het erom van het bedrijf is, draait goed, ik weet het. Ja. Ik wil de next step maken, maar ik ben heel bang om mijn ideeën te delen met de sparringpartner. Want het is ook een ondernemer. Wat als hij met mijn ideeën... Ik bedoel, dat is de basis van vertrouwen. Hè? Maar hebben jullie daar een NDA voor getekend of gaat het vertrouwen gewoon op zijn mooie blauwe ogen? Ja, nou, nee. Ik denk dat het gewoon vertrouwen is best blauw, wel. Ja. Oh, ze hebben je echt dringend nodig. Bert, help hem eventjes. Ja. Aan de zijkant even het knopje doen. In ieder geval zo. Ja, precies. En ja, prima. Nee, maar kijk, dat is bijna een soort basisvoorwaarde van vertrouw je elkaar. Weet je? Als dat er niet is, hè, dus dat is wel een dingetje. Maar nog even heel kort op dat punt van waar ik die tweede onderneming...
De grap is ook soms dat de ondernemer vaak het wel weet, maar het even niet iemand heeft met wie hij dan even ruggespraak kan houden. Ja. Weet je, want het is toch, ja, weet je, net zoals met opvoeding krijg je ook niet echt een opleiding voor. Dat krijg je op een gegeven moment. Dit is vaak ook zo. Hè. Kijk, ik heb dan bedrijfskunde gestudeerd, maar een ondernemer rolt ergens in. Maar hoe die dan bijvoorbeeld met de organisatie en met functieomschrijvingen en dat, het hoeft allemaal niet complex en moeilijk, maar dat hij even zegt, of moet ik nou een boekhouder aannemen of moeten we dat nog zelf doen of... Dus, en dat je even kan sparren met iemand. Het hoeft niet alleen maar over hele grote, moeilijke dingen. Te gaan. Ja, dan kun je zeggen, oké, dat voelt goed. Ja. Nou, bij jou ging het op een gegeven moment ook over huisvesting. Moet ik dat nu doen of niet? Weet je, dat is een klein dingetje. Even ruggespraak, ja, voelt uit. Focus, hup, ja. En weer door. Ja. 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 Maar okay. Ook denk ik wel dat stukje focus wat Bert noemt. 100.000 ideeën. En ook wel weer terug naar die focus. Van nou, we gaan weer terug naar dat A4'tje, weet je wel. Soms zijn het ook simpele dingen, maar die helpen je wel verder. Ja, want ondernemers zien soms ook te veel kansen. Ja, ja. Nee, begrijp ik. We gaan naar de volgende kijkersvraag. Ik doe niet per se wat ik het allerleukst vind, maar ja. Er moet ook brood op de plank komen. Wat is jullie advies daarop? Want wat je het allerleukste vindt, is niet altijd waar je geld mee verdient. Ja, klopt. Ik heb ooit in de keukenbranche gezeten en Grando Keukens opgezet in Nederland. En op een gegeven moment dacht ik, ja, hoe leuk is dat nog? Nee. Nou, de bank hielp ook. Of ik wel genoeg geld had om uit te breiden. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga wat anders doen. Toen heb ik een bedrijf opgezet en toen maakte ik kleding voor New Balance, Schlesinger, Atomic enzovoort. En toen kwam ik opeens tot de ontdekking, ben nooit thuis. Verdiende wel veel geld. Ja. En ik denk, ja, maar nu wordt het eens tijd dat ik eens ga doen waar ik echt energie van krijg. En wat vond ik nou het leukste wat ik in mijn leven gedaan had? Nou, dat was niet Noord-Korea bezoeken. Daar ben ik ook een paar keer geweest, 3 jaar lang. Ja. En toen was ik weer heel blij dat als je in Nederland komt, dat je denkt, wat een mazzel dat ik hier mag wonen. Dat ik hier mag wonen, ja, precies. En uiteindelijk zag ik van, ja, maar het leukste was trainingen geven om mensen een beetje bewustzijn bij te brengen. Maar het allerbelangrijkste, door patronen heen te breken. Ja. Nou, wat is nou leuker dan dat? Om er iemand bij te helpen om zelf het geluk te vinden. Ja. Dan hebben ze doordat jij natuurlijk die flexibiliteit hebt, omdat je van zoveel markten thuis. Maar er zijn mensen die dat niet hebben. En wat ik heb geleerd tenminste is dat... Dat vraag ik maar voor, of dat waar is. Nou, wat ik heb geleerd wat ook vaak helpt, als je denkt van nou, dit is wat ik kan, hier verdienen we geld, maar ik vind het niet echt leuk. Probeer het beter te doen. Probeer er goed in te worden. Improve your skills. Want het is vaak wat onder... Weet je, als je skills... Ik vergelijk het altijd met een game. Ik weet niet, jullie hebben allemaal wel eens Mario gespeeld. Weet je, ik heb de 8-bits nog. En je zit je 2 dagen lang te kloten op level 1. Mm. En dan kom je erachter dat je door die buis naar boven moet om muntjes te sparen. En dan wordt het plotseling waanzinnig leuk. En dan ben je op level 2. En dan ga je... doen. Ja, doen. En tegen de tijd dat je op level 6 bent, heb je zoveel skills dat je het niet meer los wil laten. Dat je echt gepassioneerd bent geworden van die game. En ik geloof dat het ook met werk zo is. Dat als je echt gewoon je skills verbetert en dat je echt... Gewoon jezelf de lat steeds een stukje hoger zetten. Ik kan het beter, dat je nou ook het plezier krijgt. Nou ja, kijk, hier zit steeds die combi in. Hè, van zien wat mogelijk is. Dus als je echt voelt, ja, ik ben echt voor iets anders in de wieg gelegd. En ik heb maar 1 leven. Ja, je hebt er 2. Hè. De tweede begint op het moment dat je realiseert dat je er maar 1 hebt. Maar ik heb er maar echt 1. Dus ja, als ik weet dat ik hiervoor in de wieg, dan moet je inderdaad een switch maken. Net zoals jij daarna trainingsbeeld. Maar het is ook van belang dat je ook ziet wat nu goed is. En dat je ook, hè, want sommige mensen hobbelen met roer om, ik ga me ergens anders naartoe, die baas deugt niet. Dan is het gras niet altijd groener. Dus het is ook wel van belang om te weten, wat heb ik nu hier? En dat je het beste ervan maakt. Maar beide, je kunt nooit achteraf zeggen, ja, weet je, maar je had maar 1 leven en ja, ik had eigenlijk dit willen worden. Ja, dan moet je dat wel doen. En dan heb je mensen in je omgeving nodig die je er wel toe stimuleren. Of die stimuleren om dat te doen. In ieder geval vragen te stellen, die soms schuren van, ja, waarom doe je dit dan nog? Want het leven is niet bedoeld om te ploeteren je hele leven. Dat kan niet. De laatste kijkersvraag die ik met jullie wil behandelen. Hoe word ik zelfs sparringpartner van iemand? Ja, simpel. Eigenlijk als je goed vragen kan stellen, dan ben je er al. Je moet vooral geen antwoorden geven. Iemand anders helpen om zijn eigen antwoord te vinden, dat is het mooiste wat er bestaat. Maar je moet niet de adviseur worden, maar die hebben net al behandeld. Ja, dus, nee, precies, dat is het verschil waarschijnlijk, denk ik. Ja, dat is het ook. En ook geen angst hebben. Hè. Ik heb ooit een boek geschreven, Je Grootste Performance Ooit. Daar staat het hele proces in wat ik bij honderden bedrijven heb gedaan. Precies, stap 1, stap 2 enzovoort. En mijn trainer zei, hij is gek geworden.
Want hij geeft gewoon dat hele geheim weg. Ja, het hele geheim weg. Ik zei, ja, maar ze hebben niet dezelfde intentie en zwoeng die ik heb daarin. Het is net een kookboek. Ik kan je het recept geven, maar het gaat nooit goed smaken als wanneer ik het voor je maak. Exact. Oh, ja, het gaat ook in dat stuk in de ruimte. Want ik toevallig, hè, want er zit een soort driehoekje en ik mag dan sparringpartner zijn van Marjolein. Maar Kees heeft ook een keer mijn directieteam mede begeleid. En wat jij nu net noemt, dat vind ik wel mooi. Maya Angelou heeft al gezegd, ja, people do not remember what you said, what you did, but how you made them feel. Het is ook... Dus die eerste, die woorden in het boek is wat er gezegd wordt. Maar Kees in de ruimte, dat brengt ook weer op een of andere manier iets los. En ik denk dat als je voelt als sparringpartner dat mensen graag bij je in de buurt komen, alleen al. Hè? Dus toch even die familielid die zegt, kun je mij even, weet je. En dat is wel een goed teken of ze zich vertrouwd voelen bij jou om dingen te delen. Persoonlijk, maar ook zakelijk, beide. En dat is vaak een goed teken. En voor jezelf ook heel eerlijk zijn, als je dat ook, als je ook niet, want ik had laatst iemand die vroeg me van, ik wil graag dat je mijn coach wordt. Ik zeg van, je bent de eerste hele goede vriend van me. Yeah. Dus ik heb geen behoefte om jou, je kan me altijd bellen voor advies en ik kan je met alles helpen. Ik zeg maar, een coach, dan zit je toch op een heel andere level van verwachtingspatroon. En weet je, dan moet je met je aftikken. En wat als ik dan niet het resultaat met je behaal, wat doet het met onze vriendschap? Ja. Dus je moet ook heel goed weten, denk ik, van wat de voor- en de nadelen voor jou zijn als je ermee begint. Ja, en met wie je dat doet. Ja. Dat je geen bestaande relaties zo kapot maakt. Goed punt. Het leuke is ook, hè, eventjes voor de vragensteller. Je wordt als coach niet betaald om aardig te zijn. Nee. Dus, als sparringpartner wel? Sparringpartner ook niet. Dus, nee. Hij is van nature aardig, maar dat is een ander verhaal. Ja, precies, ja. Nee, het gaat erom dat je vinger erachter krijgt. Hè, waar zit het nou net niet? Of, hè? En dan dat je de volgende stap... genoeg vragen stelt om mensen bij een eigen antwoord te laten komen. Want iedereen heeft zijn eigen antwoord. Ja. Anders hadden we geen andere vingerafdruk allemaal. Wanneer zag jij het licht? Het is net je dag opzet en zeg, ik weet het, ik word sparringpartner. Nou, eigenlijk was dat... Bij mezelf heb ik een soort swap gemaakt in 2014 toevallig. Hè, toen ik in Tanzania was en in één keer voelde van... Hè, wat jij hebt, de keukens, had ik met de telecom. Ik wilde uiteindelijk... mensen helpen hun beste leven te laten leiden. En daarom doe ik multiple happiness. En daarom ben ik sparringpartner en nog een paar andere dingen. Maar de trigger op het gebied van sparringpartner. Dus dat was eigenlijk... Ik was nog geen sparringpartner toen zij mij belde. Dus zij heeft een jaar later... gewoon een nieuwe carrière gegeven. En nu mag ik met vier ondernemers sparren inmiddels. En dit heeft er mede toe geleid. Ook dat we IMK Sparren hebben opgericht. Waar ik dan ook een van de founders... En heb ik gehoord dat je pariaker is. Dat is niet echt waar je van kan leven van die vier. Maar het geeft je wel de voldoening dat je tenminste die mensen het ziet komen. En daarna onderneem je zelf ook nog gewoon verder, neem ik aan. Ja, dat klopt. Met multiple happiness. We hebben een app ontwikkeld om mensen gelukkiger te maken. Ja. Maar dat is niet het onderwerp van nu. Maar dat is... waarom niet? Ik bedoel, geluk is een belangrijke basis, vind ik, voor ondernemen. Ja, en wij proberen dat eigenlijk dan de tandenpoetsen voor de mind te doen. Hè? Mm-hmm. Want als positiviteit de kortste weg is naar geluk... Ja, dan is het interessant om te kijken... wat is dan het kleinste dingetje wat je kan doen? Hè? Daar zijn wij in gefascineerd. Dus niet... programma's en consultants, maar wat is nou het kleinste dingetje wat je kan doen, net zoals tanden poetsen voor je mond? En dat is eigenlijk de dagelijkse one good thing. Komt uit de positieve psychologie. Nou, we hebben een app van gemaakt, Happy We. En dat is verbluffend wat het met je hersenpannetje doet. Als jij dagelijks opschrijft waar jij gelukkig van wordt of wat jou positieve energie geeft. En bij ons heb je dan een app waarbij je dat deelt met een klein groepje anderen. Ja. En er zijn inmiddels 1,4 miljoen keer iemand gelukkig van geworden. Maar dat is pionieren, dat is nieuw. En zo duurde het ook 10 jaar voordat tandenpoetsen op een gegeven moment in was. Het heeft even geduurd. Ja. Ik denk dat echt ook de essentie is van dat je op een gegeven moment, als je praat over geluk, is dat je voor jezelf ook moet bepalen van hoe klein, waar het klein is waarmee het begint. En niet naar het grote plaatje kijkt. En dat... Ik denk dat je dat heel goed hebt. Want mensen zoeken steeds maar dat grote geluk. Dat vind ik dan wanneer ik oneindig veel geld heb en niemand meer afhankelijk. Nou, ik ben aan beide kanten van het spectrum geweest. En ik ben nu gelukkiger dan ooit. Ja. Ja. Gewoon omdat ik voor mezelf weet wat ik leuk vind en wat mijn energie geeft. Ja. Maar dat is ook het mooiste wat je ziet. Hè? Als ik zie wat Marjolein dan doet, ook op haar manier. Hè? Om die families of partners een prachtige plek te brengen. Die ik toevallig ook een keer heb mogen ontmoeten. Maar wat het met haar doet en wat het met die mensen doet, dat is klein geluk, maar eigenlijk groot geluk. Ja. Dat is mooi. En wat is jouw geluk?
Mijn geluk heb ik gemerkt. Dat je ook geen werk doet, nou, hè, bedoel ik. Ik wil niet in jullie vaarwater komen, maar ik zit basically... mijn geluk was altijd mijn passie. Ik was 4 jaar oud toen ik wist wat mijn passie in het leven was. Net als op een podium staan en mensen gelukkig maken. Mensen blij maken, die gezichten zien van je bent goed bezig. En op een gegeven moment, 2006 al, ben ik gaan kijken, oké, met motivational speaker kan je dat ook doen door mensen, weet je. Maar dan geef je ook iets mee. Het is niet alleen maar we gaan een avondje in het theater zitten, we lachen en dan zijn we klaar ermee. Maar je leert ook heel veel in het leven door op het podium te staan. En als je dat ook kan omzetten door mensen gelukkiger te maken. En ik ben nu op het punt waarbij ik merk dat het voor mij heel... Wat mij het meest gelukkig maakt is als ik mensen kan helpen om vooral aan hun zelfontwikkeling te werken. Als ik mensen kan inspireren om te groeien elke dag. Om elke dag als je gaat slapen ietsje slimmer te zijn dan toen je die ochtend opstond. En zo steeds naar te zoeken, zeg maar, op zoek te zijn in die eeuwige reis naar jezelf en naar je eigen geluk. Dus daar ben ik nu vooral mee bezig. Ja. Ik ben ook Chief Inspirational Officer bij een consultancy firm. Omdat, ja, ze zeiden, wat voor titel moet je geven? Ik zei, nou... Ja. Chief Inspirational Officer lijkt me een goeie, want het gaat om inspiratie. We zijn met de derde revolutie bezig. Na de, zeg maar, de industriële revolutie en de tech-revolutie hebben we nu de menselijke revolutie. Ja, we moeten weer teruggaan en dat is precies waar jullie ook mee bezig zijn. Precies, ja. Naar het mens zijn. Ik noem dat entertainment. Mm-hmm. Ja, maar ik wil jouw titel niet, mag ik jouw titel ook gebruiken? Mag ik jouw titel ook gebruiken? Ja, natuurlijk mag ik jouw titel gebruiken, want die is nog veel makkelijker dan dat je nu hebt. Ja. En het gaat, die R is belangrijk. Hè? Het gaat dus niet over het reproductiegetal, maar de R gaat meer over... Je doet iets met entertainment, entertainment, maar op een manier dat je mensen opeens wakker maakt. Nou, dat is het leukste wat er is. Want ook dat podium dierde ben ik ook. Het is als ik mensen kan besmetten met die R... Dan is het wel fijn. Exact. Dan is het wel goed. Ik begin namelijk altijd met mensen van 1 tot 10 in het Japans te laten tellen. Met allerlei maniertjes erbij. En dat is zo leuk. Dus je hebt gelijk die zaal in één keer plat. Ja. Weet je wat? Dan denk je, wat gebeurt hier? Dat is in Swahili. Swahili, Surinaams liedje leren. We moeten nog even praten hierna. we hebben natuurlijk onze gast ook gevraagd om na te denken over een goede tip als het gaat over sparren. En die tips gaan we nu even behandelen. Ja, ik ben bijna over mijn centheid heen, maar ik vind het niet erg. Ik krijg echt energie van jullie. Als het op sparren aankomt, vraag ik jou als ervaringsdeskundige, Marjolein. Wat is jouw tip naar mensen die zich nog afvragen als een sparringpartner wel iets voor hun is? Nou, als je je al aan het afvragen bent, dan denk ik dat je de keuze zeker al gemaakt hebt. Als je verder wil gaan, jezelf wil ontwikkelen, tijd wil besteden ook voor jezelf. Ik bedoel, we gunnen onszelf ook weinig tijd om de... Maar 3 uurtjes per kwartaal in mijn geval aan vrij te maken, dat is wel heel veel waard voor jezelf. Ja. Dus gewoon echt jezelf die tijd gunnen om... Om even pauze te nemen. Even overal tegenaan te kijken aan alle kanten en met iemand erover te praten. Ja, daarvoor gunde ik mezelf die tijd nooit. Het is gewoon doorgaan. En nu is het wel elke keer... Het zijn maar een paar uur, maar die paar uur die zorgen voor een enorme ommezwaai, waar ik in ieder geval weer mee verder kan. Dus dat is wel heel prettig. En die weer dat lichtpuntje geven, ook in donkere tijden. Ja. Precies, heel mooi. Dan vraag ik het aan jou, Bert. Wat is jouw tip? Nou ja, kijk, tip is van als je bij jezelf... Ik richt me dan maar even tot de ondernemer. Mm-hmm. Als die merkt, of hij of zij merkt dat die echt vaak het gevoel heeft dat die dingen meeneemt en zit te woelen over kleine of grote dingen, dan is dat vaak een teken dat je er niet met iemand over kan praten. En dan is het goed om dat dus op een rij... en misschien ook maar mensen aan je omgeving te vragen... ja, voor mij moet ik dat nou alleen blijven doen? Of is het toch handig dat ik iemand heb? En ja, als je... Nogmaals, sommige mensen hebben ook wel een sparringpartner. Bijvoorbeeld in een directieteam of heb ik iemand anders. Maar ja, doe die check eens. En dat is 1 en 2 kun je ook gewoon eens voor jezelf opschrijven... met noteren van op gebied van creatie, liefde en genieten. Hoe scoor jij jezelf nou eigenlijk? Hoe vind je nou eigenlijk dat je echt doet? Score even checken. Ja, maar doe je nou jouw dingen waarbij je past? Geniet je genoeg van de dingen? Qua liefde, qua familie, vrienden om je heen, besteed je daar genoeg tijd aan? Ja, dat heb ik op een gegeven moment ook gedaan. En, dan denk ik, ja, verdomd, mijn vrienden lopen nu leuk te sporten op vrijdagmiddag. En ik zit in de auto met mijn chauffeur naar Duitsland. Ja, wie is in een gek? Ja. Ja, dan kun je wel wat geld verdienen. Maar dat je voor jezelf ook op dat punt even jezelf de maat neemt. Je auto breng je naar de APK elk jaar. Maar jezelf legt dat ook nou eens even op een hele simpele manier tegen het licht. Balans ook vinden, vind ik. Want je kan, je merkt dat ook mensen, als je constant maar met die spanning in je hoofd zit, steeds maar aan het creëren bent, maar jezelf de tijd niet geeft om...
je hersenen zeg maar even stil te leggen in die zin van dat je gewoon even relaxed en even... Ja, dan gaat het creatieproces op een gegeven moment gaat ook frustreren daardoor, want je moet die balans toch... Nou, absoluut. En nogmaals, ik noemde net ook al maar één van ondernemers gaf ook aan dat je eigenlijk, en jij zei ook in die momenten, pak je even een ander energieniveau. Je wordt een ander niveau getild en dan kom je net uit die patroontjes, uit dat... Dan denk je, ja, verdomd, hier heb ik eigenlijk een veel beter zicht. Ik kan eigenlijk veel andere dingen, ik kan eigenlijk veel meer of anders, of daar moet ik keuzes maken. En dat doe je eigenlijk in die... In die moment, je trekt jezelf even uit die patronen. En ik denk dat iedereen dat wel nodig heeft af en toe. Ja. Kees, de tip om uit die patronen te komen. Exact, ja. Nou, elke winnaar heeft een coach. Ja. Dus kijk maar naar Max Verstappen, die heeft een coach. Kijk naar Ajax, die heeft een coach. Ik ga zo maar door. Dus als je geen coach hebt, dan ben je geen winnaar. Ja. Of dat altijd zo is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval overwin je angst en kom in verbinding. Want meestal als je in de problemen zit, dan ga je in een hoekje zitten zeuren en dan gaat je niet helpen. Dus ga in verbinding en de verbinding zorgt altijd voor openheid. Ja. En je gaat het pas zien als je door hebt, zei Johan. Dus zorg dat je door gaat hebben, want dan ga je het zien wat er werkelijk speelt. Ja, en het mooie vond ik ook van, de coach zit soms aan de buitenkant van de ring, maar de sparringpartner die staat met je in de ring. En die zorgt ervoor dat hij samen met jou de klappen opvangt en dat hij ook, dat hij samen met jou sterker wordt. En dat je samen naar de next level gaat en je ready bent voor de final battle, als je uiteindelijk voor het kampioenschap gaat. Ja, dat is prachtig. Beter kan ik niet zeggen. Ja, dat is het, ja. Ja, nee, ik enige wat ik nog hier aan wil toevoegen, ik heb een tijd geleden heb ik een boek geschreven waarin ik, het heet Rijmen Soekraat, waarin ik praat over hoe ik uit het dal ben gekomen nadat ik echt ver ben gevallen. En een van de dingen die ik mezelf heb aangeleerd, en dat wil ik jullie graag meegeven, want dat kan je heel goed met de sparringpartner, zijn de vier O's. De eerste O is ontwaken. Soms heb je gewoon een wake-up call nodig. Stap even uit de sleur van elke dag, want we als ondernemers, zeker als het goed gaat, zijn we heel gauw geneigd om in die comfortzone te gaan en lekker mee te varen op alles wat goed gaat. Maar stap er even uit, doe dat ontwaakmoment even voor jezelf. Geef jezelf die wake-up call. Als je dat hebt gedaan, dan kan je ook zien van wat het scheurt. Dan moet je jezelf gaan herontdekken. Ontdekken, de tweede O. Ga kijken, wat is het wat mij eigenlijk het geluk gaf? Waarom ben ik hiermee begonnen? Waarom vond ik dit leuk? Zoals Kees het net zo mooi zei van, ja, hij vond zijn geluk toch weer in mensen kennis meegeven. Is daarna teruggegaan. Dus wees je bewust daarvan van, wat is het wat makes me tick? Waar word ik gelukkig van? Als je dat weet, dan kan je naar de derde O gaan. Oriënteren. En dan ga je naar Bert. Want dan heb je soms een sparringpartner nodig met die je kan helpen om die oriëntatie te vinden. Van waar ga ik naartoe? Wat wil ik doen? En ik zou zeggen, oriënteren, die derde O, heel belangrijk. En de vierde O uiteindelijk, ja, dat is Marjolein. Ondernemen, gewoon doen. Je ziet het, gewoon doen. Dat werkt. En als je dan de juiste sparringpartner hebt, dan kan je het ook nog op een hele gelukkige manier doen. Dus ik wens je heel veel sparringpartners toe. Het liefst eentje, met wie je de rest van je leven door kan gaan. Maar u allemaal wens ik een goede sparringpartner toe. En heb je zoiets van, ja, maar waar vind ik die? Bel even naar het IMK. Ga even naar onze site, kijk even. En Bert en zijn crew staan voor u klaar. Om ervoor te zorgen dat we jou de juiste sparringpartner hebben. Nog een laatste woord van iemand? Nou, geluk. 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 Ja, precies. Ga ervoor. Mooie dag. Mooier kunnen we die eindigen. Ik wens je een fantastisch weekend. Graag tot over 2 weken. En dan gaan we het weer hebben over een heel bijzonder onderwerp van het ondernemen. Maar daarvoor zijn we er eindelijk om het ondernemen leuker te maken. En vooral ook beter te maken. Fijn weekend.